Goedemiddag, mijn naam is Jozef Aarvraag en de stelling van Weierstras. Wat is die stelling? Als f van x continu is gesloten in verband AB, dan zal f van x begrensd zijn. Ja? Dat betekent, we zullen het domein bereiken. We zullen een m, zoals voor alle x van AB, f van x kleiner dan die m zal zijn. En je bereikt ook een infimum, dat betekent dat een n, zoals voor alle x van AB, n kleiner dan f van x. Ja? Begrensd. Ja? Nu, de eigenschap die we gebruiken is, als A compact is, een compacte deelverzameling is, dus dat het begrensd en je heeft supreme en infimum, en f van x continu in A, dan zal f van A ook compact zijn. Dat gaan we gebruiken voor de stelling van Weierstras. Wat je dan moet gaan bewijzen in feite is dat u AB, in ieder geval AB compact is, daarmee kunnen bewijzen. We gaan dus bewijzen dat het interval AB is dat compact. Dat gaan we vrij bewijzen. Ja? Als dat zo is, kunnen we die eigenschap gebruiken en kunnen we al gaan bewijzen. Nu, ten eerste is AB begrensd. Wel, AB is begrensd, die liggen tussen A en B inderdaad, is dus begrensd. Ja? Kleinste waarde, A en grootste waarde B. Ja? Dus begrensd tussen A en B. Ten tweede, staat er een supremum? Wel ja, uw B is uw supremum. Ja? Want alle getallen tussen A en B liggen kleiner dan een B, is kleiner dan M. Staat er een infimum? Hetzelfde reden. A is het infimum, want alle getallen zijn groter dan of gelijk aan A van AB. Ja? Die voldoen aan, dus A is een infimum. Ja? Dat betekent daaruit, kunt u afleiden dat AB compact is. Dat A is compact of AB is compact. Daarop volgt, ja, f van A, dus f van AB is ook compact. Ja, en als f van A compact is, dat betekent dus, die eigenschap, dat ten eerste is f van x begrensd. Ja, tweede, die f van x bereikt een supremum. Er staat een m die daarom voldoet. Ja, en bereikt een infimum. Wat betekent supremum? Er staat een m, zodanig voor x en van AB f van x kleiner gelijk een m zal zijn. Ja, dat is definitief een supremum. En er staat ook een n, dat is voor alle x en van AB n kleiner gelijk is dan f van x. Ja, dus we hebben de stelling werkter berekend. Als f van x continu is, dan gelden de eigenschappen. Okay? Dank voor de aandacht de volgende keer. En nog eens, dank om te kijken. Dag, bye bye.